Het wordt tijd dat het eens gezag wordt. Gissen met de politieke, ja. Lekker ga je in de ballenbak. Gissen met de politieke, ja. Lekker worden van de harde. Wat is dan het antwoord, soort gevrouw? Ik zal geen ja of nee zeggen. Ja, we hebben een basis, leefbaar en een sterk economisch dat geleen. Dat zijn de twee, economie en leefbaarheid. Daar valt natuurlijk een aantal dingen onder. Een van de dingen die wij zien is dat er veel transformatie aan de orde is. Transformatie in de zin dat demografische ontwikkelingen, maatschappelijke ontwikkelingen zorgen dat we op een andere manier naar dingen moeten kijken. En een van onze speerpunten daarin, die ik zou kunnen noemen, is de voorzieningen tussen Revenbeek en Opbicht. Nou, ik heb gelezen dat het CDA in het partijprogramma daar opeens afstand van doet. Het GOB doet er geen, het GOP doet er geen afstand van. Het GOP is van mening dat er een onderwijs- en sportvoorzieningen tussen Grevenbeek en Opbicht moet komen om van daaruit toekomstbestendigheid te realiseren.